Oké, nu kunnen we echt beginnen, hè? Want jullie zijn binnen, hè? Of niet? Ja, toch? Je weet zelf. Man. Even een applaus voor de jonge mensen. Laat je horen, laat je horen, laat je horen. Kom en zie. Nu mogen jullie me betalen, hè, straks, hè? Groet eens degene die naast je zit en zeg eens, je ziet er goed uit deze morgen. Fijn dat je er bent. Yes. Gado de wambungado. Halleluja. Multicultureel hier zo, toch? Prijs God. Wauw. Het is een voorrecht om hier te mogen zijn. Het gaat in etappes. Bij Kom en Zie heb ik gemerkt. Ik ben eerst uitgenodigd voor om te spreken op bidden en vasten. Dat is een wat kleinere groep nog. Hè? Langzaam aan wennen. Hè? Dat is allemaal niet te snel. Hè? Gewoon één voor één. Daarna in een jeugddienst. Hè? Want dan kan hij nog een beetje druk doen en raar doen. Hè? Want dan is het een jeugddienst. Maar ja, dit is eigenlijk de vuurdoop. Hè? In de gewone dienst. Hè? Met allemaal gewone mensen. Ja, precies. Lieve mensen, ik ben dankbaar voor wat God aan het doen is. En maak u klaar deze morgen om van God te ontvangen. God heeft een bijzonder werk deze morgen in deze plaats. Gelooft u dat? De vraag is altijd, als we ergens komen, met wat voor verwachting komen we? Want verwachting creëert openheid, creëert geloof. Ik geloof een van de dingen in Nederland, en ik mag veel reizen voor God en veel mooie dingen meemaken. Maar ik merk elke keer, als ik in een plaats kom waar verwachting is, gebeurt er iets. Als ik in een plaats kom waar mensen 's ochtends zijn opgestaan met het idee, vandaag ga ik naar het huis van God om iets te ontvangen. Vandaag ga ik naar het huis van God om hem groot te maken. Vandaag ga ik naar het huis van God om elkaar te... u hoort mij niet. Dit is pas de inleiding. Het gaat los hoor vandaag. Jongen, ik heb al hier iemand die helemaal los gaat. Huppakee. Hoe jong bent u? 82. Jonge mensen, kijk, is 82. Hè? Ze zit al hier helemaal... Wauw! Oké. Come on. Maar er gebeurt iets als er verwachting is. Ik ben in diensten geweest waar mensen uren in de rij stonden voordat de deuren open gingen. Ik zeg je dit, als de deuren dan open gaan, rennen mensen naar voren. Rennen mensen voor die eerste rijen. Waarom? Er is honger in het hart. Mensen willen iets ontvangen van God. Halleluja. Zo belangrijk. En een van de zaken die daar tegenin gaan, luister goed, is genoegzaamheid. Het zegen. Het zegen. Let op, hè. Het was een fijne dienst. Het was een fijne dienst. Weet je wat mijn vrouw heeft gezegd pas geleden toen ze ging spreken? Ze begon dit. Ze begon met dit. Ik wens u allen een irritante dienst. Nou. Ik wens u allen een irritante dienst toe, zei ze. Nou, dan heb je in ieder geval alle aandacht in één keer. Weet u, lieve mensen, en ik ga wat dingen deze morgen zeggen. Dat betekent of ik mag blijven of ik kom nooit meer.
Was bij Jezus ook zo. Weet u, ik ben klaar met fijne diensten. Ik ben klaar met fijne diensten. En begrijp me goed wat ik daarmee bedoel. Ik heb zoveel fijne diensten meegemaakt waar mensen nog steeds gebonden waren, waar mensen nog steeds helemaal vast zaten aan allerlei zonden, waar mensen nog steeds aan porno verslaafd waren, waar mensen nog steeds helemaal gebonden de deur uitliepen. Maar het was wel een fijne dienst. Lieve mensen, ik verlang naar diensten waar de kracht en aanwezigheid van God zo sterk is dat we niets anders dan veranderd die deur uit te gaan. Niet onveranderd, veranderd die deur uit. En ik heb uitgeroepen en uitgeschreeuwd naar God. Heren, ik verlang een beweging van u in Nederland. Ik verlang naar opwekking in deze plaats. Ik verlang ernaar dat u zo duidelijk en krachtig aanwezig bent. Dat ik niets anders kan dan veranderen in uw aanwezigheid. Halleluja. Ik verlang ernaar, lieve mensen. En ik zal u dit vertellen. Dat is lang niet altijd fijn. Dat is lang niet altijd fijn. Maar door schuring komt glans. Amen. Oeh, dit was een mooie hoor. Amen. Dit was een mooie. Van mevrouw gejat. Door schuring, door wrijving komt glans. En ik wil u deze ochtend uitdagen om met me mee te gaan naar datgene wat God aan het doen is hier in Nederland. Want lieve mensen, er is een beweging gaande. Er is een beweging gaande. Er is een beweging gaande. Oh, praise God, er is een beweging gaande. We zijn aan de winning side. Halleluja, gelukkig. Er is een mooi Surinaams lied. Ja, ik kan het niet laten hoor. Jezus deed dat we niet man, dat we niet man, dat we niet man. Jezus deed dat we niet man, dat we niet man voor la terre. Dat we niet man, 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 dat we niet man. Jezus deed dat we niet man, dat we niet man voor la terre. Satan deed dat lusuman, dat lusuman, dat lusuman. Satan deed dat lusuman, dat deed dat lusuman voor la terre. Oh! Ik zal even vertalen, want dan kunt de rest ook mee zeggen. Jezus is de winner man. Jezus is de overwinnaar. En Satan is de verliezer. Halleluja, we hebben hem overwonnen, we hebben hem overwonnen, we hebben hem overwonnen. Hij die in ons is, is? Hij is meer. Broer, ik heb zo moeilijk. Ik heb zo zwaar. Het is moeilijk. Ik heb ontdekt hoe dieper we gaan. Maakt krachten. Moeilijk. Ja, oh, lastig, oh, moeilijk. Jezus deed dat we niet man, dat we niet man, dat we niet man. Oh, maar ik heb zo moeilijk. Jezus is de overwinnaar. Jezus is de overwinnaar. En ik geloof dat die overwinnende kracht meer en meer en meer zichtbaar mag gaan worden in u en in mij. Wat zegt Paulus? Halleluja. Paulus zegt op een gegeven moment. Hé hey man. Waarschijnlijk zei hij het zo. Hè? Ik bid hè. Dat je zult beseffen. Jongen. Jongen, denk na. Wat is er? Paulus zegt gewoon. Hè, ik bid dat je zult beseffen. Met andere woorden. Paulus zegt. Ik bid dat je het begrijpt. Ik bid dat je het zult beseffen. Ik bid dat het helemaal naar binnen gaat. Maar wat dan? Ik bid dat je zult beseffen welke onmetelijk grote kracht er beschikbaar is. Oh. Welke onmetelijk grote kracht er beschikbaar is voor u en voor mij. Dezelfde kracht welke Christus deed opstaan uit de dood. Dit is een mooi punt om heel hard amen te roepen. Ja, Paulus zegt dit. Paulus zegt dit. Hé vriend, denk even na. De kracht welke Christus deed opstaan is nogal groot, hè?
is opstanderskracht. Is niet als je last hebt van je zere teen of zoiets, weet je wel. Jezus was dood. En hij stond op. Het grote verschil tussen elke andere godsdienst is dat Jezus is opgestaan uit de dood. Halleluja. Jezus leeft. Oh, iets om enthousiast over te worden. Daarom, lieve mensen, u denkt, wat krijg ik nou voor overweldigends over me heen? Ja, dat klopt. Dat is de kracht van het evangelie. 28 jaar geleden had ik een ontmoeting met Jezus. Ik was 15 jaar. En lieve mensen, het heeft mijn leven op zijn kop gezet. Mijn bestemming was de hel en nu is de bestemming hemel. Ik had geen hoop en nu heb ik hoop. Ik had geen leven en nu heb ik leven. Ik had geen vreugde en nu heb ik vreugde. Lieve mensen, tot de dag van vandaag ben ik daar dankbaar over. Wat zegt David? Vernieuw. Wat? De vreugde van het heil. We kunnen al heel lang rondhuppelen. Hallo. Maar hoeveel van die vreugde zit er nog in ons hart? Hoeveel van die passie zit er nog diep van binnen? Om te zeggen, Jezus, dank u wel voor wat u heeft gedaan. Nog steeds ben ik helemaal dankbaar voor wat Jezus heeft gedaan. En weet je, lieve mensen, als we daarin gaan leven, dan zien we de kracht van God losbarsten. Als we gaan leven in die overwinnende kracht van Jezus Christus, betekent dat het altijd makkelijk is? Hou op, tuurlijk niet. Het is soms hartstikke heftig. Ik werk met moeilijk opvoedbare jongeren. Al een jaar of 18. Ik werk in probleemgezinnen. Ik zeg altijd, kom een week met me mee. En dan weet je wat er allemaal out there is. Ik zeg altijd, ik zit met mijn beide benen nog midden in de stront. Ja? Oeh, zei u nou stront in de kerk? Ja, dat heb ik net gezegd, ja. Maar juist omdat ik midden in die maatschappij sta, heb ik de kracht van Jezus nodig. Heb ik de overwinnende kracht van Jezus nodig diep in mijn hart. Om door te gaan. Om vol te houden. En om het vuur van God te verspreiden. Halleluja. Deze morgen gaan we kijken naar het woord van God. En deze morgen gaan we ons verdiepen in een thema. En weet je, de Bijbel zegt namelijk het volgende. En daarom ben ik daarin zo gedreven en daarom ben ik daarin zo on fire. Waarom? Omdat de Bijbel het volgende zegt. Satan gaat rond. Oh. Satan gaat rond. Moordende. Stelend. Vernietigend. Satan gaat rond. Om levens kapot te maken, te vernietigen. En ik zie het om me heen. Kapotte levens, vernietigende gezinnen. En weet je, ik heb één ding ontdekt. En ook, young people, luister goed. De realiteit van elke dag, vandaag de dag, is heftig. We zitten er middenin. De heftigheid van elke dag, bam, gewoon out there. Al die dingen komen gewoon in your face. En het is een heftig werk. En ik heb ontdekt dat we soms als christenen ernaar kijken en er een beetje omheen lopen. Ja, heftig. Maar de tekst gaat verder, want Jezus zegt, maar, ik ben gekomen om leven te brengen en overvloed. Jezus is gekomen om het werk van de duivel te vernietigen. Halleluja. En hoe vernietigde hij dat? Door leven te geven. Oh, praise God. Met andere woorden. Het moment. Zag je dat? Dat ging mooi, hè? Dat hupje, hè? Het moment dat mijn zus tot leven komt. Het moment dat mijn zus zegt, oh, halleluja, Jezus leeft in mij. Ja, en dat gebeurt. Daarmee vernietigt ze het werk van Satan. Hoort u wat ik zeg? Als we tot leven komen. Ja, de man is... Ja, is oké. Ja, aan publiek. Het moment dat we tot leven komen,
Het moment dat het leven van God door ons heen gaat stromen, vernietigen we het werk van Satan. Maar ik heb iets ontdekt en dat heeft mijn hart wel bezwaard. Er is een uitspraak, blijf zitten waar je zit en verroer je niet, hou je adem in en stik niet. Is niet van God. Ga staan, hou je adem niet in en schitter. Ja? Want er is leven vrijgezet bij de komst van Jezus. Ik ben gekomen om leven te brengen en overvloed. Niet een beetje, niet Hollands één koekje of twee koekjes. Nee, meer dan genoeg overvloed. Roti en bami en nasi. Niet één stukje kip, acht stuppen kip. Huppakee, KFC, alles. Waarom? Er is meer, meer dan genoeg. Er is meer dan genoeg. Er is meer dan genoeg. Er is meer dan genoeg. Oh, er is meer dan genoeg. Bij Jezus is het nooit, nou, net wel, net niet. Nee. Weet je, het is zo mooi, hè. Dan hebben we weer een dienst gehad of dan hebben we weer een aanraking van God gehad. En denken van, oh, wauw. Beter dan dit wordt het niet. Jawel. Jawel. Want er is altijd meer. Halleluja. Als u deze ochtend dacht, ik ben bereikt, ik heb mijn lef. Nee, er is weer meer. Er is weer meer. Jezus is gekomen om leven te brengen. Halleluja. En het werk van de duivel te vernietigen. Te vernietigen. Praise God. En daarom zijn er drie dingen ontzettend belangrijk hierin. 1. Ontvang leven. Ontvang leven. Fijn dat u nu allemaal gaat schrijven, want dat is heel goed, hè? Want wie schrijft, die blijft. We hebben allemaal van die notities op die telefoon, fantastisch. Dan kunnen we het allemaal nalezen, want de realiteit is vaak dat we over 2 dagen vergeten zijn waar de preek over ging. Ontvang leven. 2. Spreek leven. 3. Breng leven. Ontvang, spreek, breng. Oh, ik vind het nu wel goed. Tjonge. Ontvang leven. Lieve mensen, we praten niet over een of ander saai geloof. We praten niet over een of andere dode religie. We spreken over een levende relatie met Jezus. Halleluja. Wat zegt het woord van God? Oh, Jezus zegt, ik ben het brood des... Leven. Wat? Leven. Wie tot mij komt zal nimmer meer hongeren en wie in mij gelooft zal nimmer meer dorsten. We lezen gewoon even zo'n tekst, maar wat een tekst. Met andere woorden, Jezus zegt, als je van mij eet, als jij met mij bent, dan zal je nimmer meer hongeren, nimmer meer dorsten. Met andere woorden, Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need. Oh! Goed, u heeft het net gezegd. Alles wat ik nodig heb, in u. In u. Dus we hebben niet allerlei andere dingen nodig. Met andere woorden, wat eet je? Wat eet je? Als je de hele tijd achter Netflix zit, als je de hele tijd op die mobiel zit, als je de hele tijd met andere dingen, dan eet je dat. Dan eet je dat. Wat eet je? Eet je het levende brood, eet je Jezus voldoende. Want dat is essentieel. Wie van mij eet, zal niet meer hongeren. Zal niet meer dorsten. Jezus is genoeg. Jezus is genoeg. Wat zegt Jezus? Jezus zegt, ik ben de weg, de waarheid en het leven. Halleluja. Hij is de weg, de waarheid en het leven. Het leven. Hij is niet een onderdeel. Nee, hij is het leven. En als dit de weg is, hè? Als dit de weg is, hè? Wat we soms een beetje doen, is dat we afwijken van de weg. Ja? En dat, ja,
Ja, maar het lukt niet. Ja, maar moeilijk. Ja. Ik doe overdreven, hè? Maar soms, soms zitten we gewoon een beetje te zeuren, hoor. Ja, het lukt niet, het lukt niet. Je bent niet op de weg. Ga weer terug naar de weg. Want op de foute weg is leugen. Op de foute weg is ontmoediging. Op de foute weg is al die... Maar hier... Oh! Help! Oh, je valt soms even. Nou, sorry, hoort allemaal bij de act. Ja, ik leg het even uit, anders gaat het weer helemaal mis, hè, hier. Moeten we daar weer voor bidden, schat? Soms val je op de weg, maar je staat weer op. En op de weg is de waarheid. Je ontmoet de waarheid. En de waarheid spreekt leven. De waarheid spreekt leven. De waarheid brengt leven. Oh, dus als je op de weg wandelt met de waarheid, creëert het leven. Als je op de weg wandelt met de waarheid, creëert het leven. Prijs God. En daartoe zijn we geroepen. Jezus zegt, ik ben de weg, de waarheid en het leven. Wie van mij eet, zal nimmer meer hongeren. Wie de Zoon heeft, heeft het leven. Weet u, lieve vrienden? Ik denk dat de meest levendige mensen op deze planeet in dit huis zitten. Zwaai eens even, balkonies, balkonies. Zwaai eens even, achterste rijen. Zwaai eens even. Wie de Zoon heeft, heeft het. Wie de Zoon heeft, heeft het. Wie de Zoon heeft, heeft het. Wie de Zoon heeft, heeft het leven. Wie de Zoon heeft, heeft het leven. Ja toch, dat is wat het woord van God zegt. Zo moeilijk, broer, zo moeilijk, zo moeilijk, zo moeilijk, zo zwaar, zo moeilijk, zo moeilijk. Wie de Zoon heeft, heeft het leven. Hij is de weg, de waarheid en het leven. Wie van mij eet, zal niet meer hongeren, niet meer dorsten. Want ik ben het brood des levens. Ik denk dat er genoeg resources zijn. Ik denk dat er genoeg is in Jezus om voor de rest van je leven te leven. En natuurlijk is het met vallen en opstaan. En natuurlijk is het soms, al ga ik door een dal van diepe duisternis. Maar prijs God, David blijft niet in het dal. Hij zegt, ik vrees niks, want de Heer, de Heer is met mij. Halleluja. Ontvang leven, lieve mensen. Als er iets nodig is deze dag, als er iets nodig is in deze maatschappij, is het leven. Ik word omringd door jonge gasten. Tegen wie is gezegd, het lukt je nooit, sukkel. Je bent dom. Ga weg, klootzak. Hou je bek, loser. Die woorden worden gezegd. Ik breng het zoals het is, hè. En op straat worden er soms dingen tegen elkaar gezegd die zouden heftig zijn. Heb je die gezien? Dat is lelijk, jongen. Ja, man, die is... Oh. En er worden allemaal dingen... Geen leven. Geen leven. En daarom, lieve mensen, wij zijn geroepen om leven te ontvangen, waardoor we het kunnen geven. Want het is klaar. En ik wil dat zeggen in de naam van Jezus. Het is klaar met de dood. Het is klaar met de vernietigende. Het is klaar met de vernietigende woorden en het vernietigende werk. In de naam van Jezus Christus, we roepen het een halt toe in uw en mijn leven, in Jezus' naam. Ik wil het niet meer. Ik wil wandelen in het leven van God. Halleluja. Is zo belangrijk. Want te veel mensen gaan gebukt onder de dood. We zijn geroepen om leven te ontvangen. En vanuit het leven wat we hebben ontvangen, gaan we leven spreken. Gaan we leven spreken. Luister goed wat ik nu zeg, hè? Als u het leven wat u leeft wil veranderen, verander dan de woorden die u spreekt. Als u het leven wat u leeft wil veranderen, verander dan de woorden die u spreekt. Ik word er zo doodziek van, hè? Doodziek. Ik word er doodziek van. Ik ben helemaal kapot. Ik ben helemaal kapot. Ik heb geen zin meer in.
Misschien handig om die woorden niet meer uit te spreken. Misschien handig om ermee te kappen. Weet u waarom? Omdat vrijdag ongeveer ben je helemaal kapot. Omdat je namelijk 5 dagen hebt uitgesproken. Hallo? Als u het leven wat u leeft wil veranderen, verander dan de woorden die u spreekt. Waarom? We zijn geroepen om leven te spreken. Dood en leven zit in de macht van de tong. Wie er naartoe geeft zal haar vrucht eten. Met andere woorden, je oogst wat je spreekt. Het is zo belangrijk om leven te spreken. Want het zit in onze monden. Spreek leven uit, lieve mensen, als allereerst over uzelf. Dit is fijn hoor. Spreek leven uit over uzelf. Sta 's ochtends op. Maak u klaar. Mannen gebruiken tegenwoordig ook al van alles hoor, dus. Maar je kijkt in de spiegel en je zegt: goedemorgen, zoon van God. Je ziet er goed uit. Je ziet er goed uit. Je bent goed gemaakt. Wow, en dat voor 43 jaar, man. Netjes, netjes. Weet je? Spreek leven uit. Weet je dat we dat bijna niet meer doen over onszelf? Want heel vaak zijn we heel makkelijk om heel kritisch te zijn over onszelf. Ja, het lukt me niet. Ja, het gaat niet goed. Ja, ik ben het niet waard. Maar laten we nou eens leven uitspreken over onszelf. Halleluja, hij die in mij is, is meer dan hij die in de wereld is. Ik ben een geliefd kind van God. Oh, ik ben een vijand van de duivel. Ik ben een kind van het licht. Oh, ik ben geliefd, gewild en gezegend. Dat is namelijk vitamine G, 3 maal daags. Geweldig. Ik ben geliefd, gewild en gezegend. Nou, begin gewoon daar eens mee. Elke morgen, woep, ik ben geliefd, gewild, zegend. Hey, je staat anders op dan dat je opstaat. Dat. Dat werkt niet zo hoor, want dan is de dag meestal ook een beetje. Herkennen we het? Ik wel. Mijn zoon, 17 jaar. Gaf eergisteren een seminar. Dat is een workshop, dat is eigenlijk een kleine dienst. En die had een aantal jongeren voor zich. En het thema van zijn seminar was God op school. Het is allemaal leuk in die kerk, het is allemaal leuk, allemaal wow, kurabasanda, heerlijk. Maar dan is het maandag. Dus hoe hebben we nou God op school? Hoe hebben we nou God op het werk? Hoe is God nou in het dagelijks leven? Want volgens mij gaat het daarom. Dus hij spreekt tegen een groep. En u kunt zich een beetje voorstellen dat het ook met wel wat enthousiasme gaat. Maar hij zegt dit. Ik vond het zo krachtig. Hij zegt: als ik opsta, hè, dan heb ik aan mijn bed allemaal teksten hangen. Heeft hij zelf gedaan, hè? Hij zegt: ik heb tijd genomen met God. En ik heb nagedacht waarvoor ben ik dankbaar. En de dingen waar ik dankbaar voor ben, heb ik opgeschreven. En hij zegt, elke ochtend als ik opsta, kijk ik naar de dingen waar ik dankbaar voor ben, spreek ik dat uit en begin mijn dag anders dan als ik niet daarmee begin. Want hij zegt, de wekker is ook mijn telefoon. En als ik dan gelijk op mijn telefoon kijk, dan ga ik gelijk mijn message checken, dan ga ik gelijk kijken hoe of wat en ik begin niet met de dingen van God. Hij zegt, dan ga ik gewoon mijn dag in als maar een gewone dag. Totdat ik mijn dag inga met dankbaarheid. Met de dingen van God. Want dan wordt die dag opeens een speciale dag. Spreek leven uit over uzelf. Spreek leven uit over uw gezin. Lieve mensen, spreek leven uit over uw gezin. Spreek leven uit over uw kinderen. Begin uit te spreken. Mijn kinderen zijn geweldig. Ze zijn fantastisch. Ze zijn mooi gemaakt. Ze zijn mannen en vrouwen van God. Er is roeping en bestemming op hun leven. Lieve mensen, we hebben het uitgesproken over onze kinderen. Vanaf dag 1 van de geboorte. Vanaf dag 1 van de geboorte. We hebben elke keer het leven van God uitgesproken over hen. En nu zijn we zo dankbaar dat we samen in de bediening mogen staan met mijn kinderen. Mijn dochter is 18, mijn zoon is 17, mijn ander is 11. We komen net van een week van de battle af. Ze hebben zo gebeden voor mensen, handen opgelegd, geprofeteerd.
De kracht van God is losgebarsten over hun leven in de naam van Jezus. Maar lieve mensen, kom niet zomaar. We hebben altijd leven gesproken. Altijd. Altijd. En sommige mensen vonden het overdreven. Doen ze overdreven, doen ze overdreven. Oh nee, al die andere dingen die we uitspreken, dat is lekker over je kids. Oh, je bent irritant, jongen. Oh, echt. Pubers, jongen. Oh, om te kotsen, jongen. Oh, vreselijk. Oh, echt monsters zijn het. Nee! Het zijn fantastische gasten, vol van de kracht van God. Halleluja. Oh, spreek leven uit. Spreek leven uit. Hou daar niet mee. Weet je, oh, dat is ook zo'n ding, hè. Soms zijn we met de goede dingen van God zo terughoudend. Dan hebben we één keer iets gezegd. Nou ja, nee, nou, dan weten ze het wel. Overlaat ze met de beloftes van God. Overlaat ze met de glorie van God. Overlaat ze met woorden van leven. Waarom? Creëert leven. Spreek leven uit. Spreek leven uit. Over uw partner. Is ook fijn, hoor. Ja, nee, maar ze weet wel dat ik van haar hou. Ja, nee, dat weet ze wel. Dat weet ze wel. Spreek het uit. Spreek het uit. Spreek het uit. Heerlijk. Ik was die week bij de Battle en ik deed mee met het jeugdprogramma. En ik stapte er maar weer eens een keer vol in. Dus lezen, gamen, de hele mikmak, gekkenhuis, weet je wel. En op een gegeven moment komt mijn vrouw naar me toe. Want na twee dagen dacht ik, oh, waar ben ik weer aan begonnen? Ik ben ook gewoon 43, weet je wel. Maar oké, maakt niet uit, we gaan gewoon door. Mijn vrouw komt naar me toe, ze kijkt me aan en ze zegt, K, ik ben trots op je. Ik ben trots op je dat je je hele leven weer opnieuw geeft aan deze gasten. Karim, dank je wel dat je je tijd, je energie en je moeite investeert in deze jonge gasten. K, ik ben trots op je. Voor hetzelfde geld had ze kunnen zeggen, K, waar ben je mee bezig? We hadden een weekje vakantie samen, blijf bij mij. Deze niet. Niet dat het altijd zo gaat, hoor, maar balans is ook goed, al dat soort dingen. Een andere cursus, dus een huwelijkscursus en al dat soort dingen. Prima, maar spreek leven. Spreek leven over je partner. Schat, lekker gekookt. Dit is een punt waar de vrouwen amen roepen, hè? Oh nee, multiculti hier, hè? Al die mannen koken hier ook, hè? Maar spreek je waardering uit. Spreek het uit. Ik hou van je. Je bent geweldig. Je bent fantastisch. Ik ben blij met je, schat. Je bent zo mooi. Woep. Spreek leven uit. Spreek leven uit. Spreek leven uit. Spreek leven uit. Spreek leven uit over je kerk. Ik ben blij met dit huis. Dit is een geweldig huis. Dit zijn geweldige leiders. Dit zijn geweldige mensen. Ik hou van deze kerk. Halleluja. Spreek het uit. Spreek het uit. Spreek leven uit over dit huis. Over deze geweldige leiders. Spreek het uit. Spreek het uit. Spreek het uit. We kunnen zo makkelijk janken en zeuren. Ja, de dienst was te lang. Ja, nee, de dienst was te kort. Ja, de muziek was te hard. Ja, de muziek was te zacht. Hou op. Spreek leven. Werkt veel beter, hoor. Spreek leven. Ga naar ze toe. Ga letterlijk naar ze toe. En zeg, ik waardeer je leiderschap. Ik waardeer wie je bent. Dank je wel. Ga naar elkaar toe. En spreek leven uit. Want we kennen elkaar soms al jaren. Maar we hebben het helemaal niks gezegd tegen elkaar. Ik ben dit gaan doen op mijn werk, hè. Op mijn werk, gewoon naar mijn collega's. Ik ben het gaan doen op mijn werk, naar raad van bestuur. Lachen, jongen. Grote organisatie, 4000 man. Ik bel die raad van bestuur op, die gast, voorzitter. Nou, die gast, voorzitter. Dus ik bel hem op en ik zeg, ik wil je even wat vertellen. Vorige week was je bij ons en ik zag hoe je met die kinderen omging En ik zag hoe je verbonden was met ze. Ik waardeer het. Ik vind je fantastisch. Heel vaak is het zo, hoe verder je af bent, hoe minder contact. Bij jou is dat niet het geval. Dank je wel dat je je hart deelt met die gasten. Ben je er nog?
Ja, maar nog nooit heeft iemand dit tegen me gezegd. Woorden van leven. Spreek het uit aan iedereen die je tegenkomt. Je zult versteld staan wat het allemaal teweeg brengt. Je zult versteld staan welke stroom en opwekking van God het vrijzet. 1. Ontvang leven. 2. Je bent het nu al vergeten, toch? 1. Eén. Twee. Direct resultaat. Direct resultaat. 3. Breng leven. Direct resultaat. Want weet je, het moment als ik opsta en ik heb leven ontvangen. Ik heb leven gesproken. En dit is nog een hele handige tip met leven spreken. Heel makkelijk. Als u niks zinnigs te zeggen hebt, hou je mond. Voorkomt een hoop ellende. Als je niks zinnigs te zeggen hebt, hou je mond. Dus check even, is dit zinnig? Draagt dit iets toe? Nee, hou je mond. 2. Als je iets moois denkt, zeg het. Ik heb niks aan uw mooie gedachten. Ik wil ze horen. Ja? Dus vond u dit een geweldige spreker en fantastisch? Ja? Dan wil ik dat horen. Ontvang leven, spreek leven, breng leven. Logisch gevolg van 1 en 2 is 3. Ik heb het ontvangen. Oh ja, u bent de bron van mijn leven. Oh ja, u bent de weg, de waarheid en het leven. Oh ja, u bent het brood des levens. Dank u, Jezus. Wie de Zoon heeft, heeft het leven. Ja, dank u wel, Jezus. Dat is mijn basis. Oké, Heer, ik ga dat gewoon uitspreken. Ik ga dat uitspreken over mijn eigen leven. Ik ben geliefd, gewild en gezegend. Ik ga dat uitspreken over mijn vrouw. Schatje, je bent fantastisch. Ik ga dat uitspreken over mijn kids, over mijn kinderen, over mijn collega's in de kerk. Met andere woorden, mijn woorden zijn vol van leven. Het resultaat is dat de leven gaat stromen uit ons leven. Wat zegt de Bijbel? Stromen van levend water. Levend water. Leven. Niet een dood poeltje. Niet een stinkdingetje. Gewoon stromen. Stromen van levend water. Zullen uit uw binnenste stroom vloeien. Interessant, hè? Zullen. Het is gewoon nog... Gaat gebeuren. Ze zullen uit uw binnenste vloeien. Stromen van levend water. Halleluja. Ik eindig met het volgende. Mensen luisteren naar wat je zegt. Ook moeten we ook nog even naar jullie richten allemaal. Ja. Mensen luisteren naar wat je zegt. Maar ze volgen wat je doet. Mensen luisteren naar wat je zegt. Maar ze volgen wat je doet. Wil je even opstaan? En jij ook. Ja, even opstaan. Ja, oh, het is altijd heel spannend, maar valt wel mee hoor. Maar kom even achter me aan. Weet je? Kom maar. Gewoon bam, 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 bam. Huppakee. Weet je, het is namelijk heel belangrijk dat we dit principe gaan snappen. Het is heel belangrijk dat we begrijpen wat de Bijbel hierover zegt. Want de Bijbel zegt namelijk het volgende hierover. Weet je, al is het heftig soms. Al ga ik door moeilijke tijden heen. Ik maak me niet druk, want God is met me. Ik maak me niet druk. Hey, nospang, gadoboom. Ja, toch? Ja. Maar dan staat er iets en dat is zo mooi. Want David zegt namelijk het volgende. Nee. Niks ervan. Niks ervan. Meekomen. Oh, dat gaat niet. Nee. David zegt het volgende. Overal waar ik ga, volgen goedheid en genade. Overal waar ik ga,
Ga goedheid met me mee en genade met me mee. Applaus voor goedheid en genade. Nu mogen jullie zitten. Lieve gemeente, lieve vrienden. Wanneer we gaan in het leven. Wanneer we druk bezig zijn met van alles en nog wat. Moeten we af en toe eventjes niet laten afleiden door de piep. Wanneer we gaan, moeten we af en toe stoppen. Stoppen. En kijken naar achter. Wat volgt mij? Volgt goedheid en genade mij? Volgen ze me? Even om de angst weg te halen, worden broodjes gebakken en daarom is die afgegaan. Ja, precies. You never know. De bazuin klinkt. In het harnas gaan we, in het harnas gaan we. Af en toe moeten we stoppen om te kijken wat volgt ons. Wat hebben we gebracht? Hebben we leven gebracht onderweg? Daar waar je was. Was er toen leven of niet? Toen je dat gesprek met die persoon had, kan die ander dan zeggen, man, wanneer kom je weer? Want er is leven in jouw leven. Wanneer kom je weer? Want je hebt woorden van hoop gesproken in mijn hart. Wanneer kom je weer? Want ik heb Jezus nodig en die heb ik gezien in jou. Waarom? Ik breng leven. Ik breng leven. Ik breng leven. Halleluja, ik breng leven. En ik heb geen zin, lieve mensen, dat als ik ergens ben geweest, dat mensen zeggen, tjonge, jonge, jonge, ik hoop dat hij nooit meer komt. Ik hoop dat hij nooit meer komt. Een en al veroordeling, een en al schuld. Ik ben er helemaal klaar mee met al die christenen. Ik wil leven en leven brengen. Want dat is de roeping van God. Jezus is gekomen om leven te brengen in overvloed. En hij zegt, wees mijn navolger. Breng leven. Overal waar je gaat. Ontvang het. Spreek het. Breng het. Lieve mensen, het is niet ingewikkeld. Het is niet ver weg. Het kan straks al gebeuren bij de koffie. Het kan straks al gebeuren hier naar vooraan. Het kan straks al gebeuren op elk moment. Want weet u wat het mooie van dit woord is? Het is te doen. Ik ben blij met mijn eigen preek, want het is te doen. Ik word soms zo moe van preken die niet te doen zijn. Dan denk ik van, oh, hoe moet ik het nou doen? 7 sleutels en bij 3 haak ik altijd alweer af. Dan snap ik het niet en dan ben ik weer ontmoedigd. Want dan bij sleutel 3 gaat het weer niet goed. Weet je, en stap 8, dat werkt al niet meer. Lieve mensen, dit werkt. Dit werkt. Want we ontvangen, we spreken en we doen. En dat is iets wat we namelijk elke dag doen. We spreken elke dag. En we ontmoeten elke dag mensen. Dus elke dag hebben we de kans om dit te doen. Elke dag hebben we de kans. En ik wil dit uitspreken. En jullie mogen al een beetje iets moois doen. Want jullie zijn al mooi, dus dan doe je ook iets moois. Ik wil dat u goed luistert, lieve gemeente. Overal, hier voorin, achterin. En laten we met elkaar staan. Ik reed hier naartoe en in de auto begon God te spreken tot mijn hart voor deze gemeente. En ik voelde dat het opwekkingsvuur, wat Jaap en Jenny hebben geproefd, vele malen in hun leven, wat teweeg bracht dat er leven kwam. En ik geloof dat het opwekkingsvuur over kom en zie zal komen. Omdat het in hun hart leeft. Dat ze hebben uitgeroepen naar God. Kom met uw vuur. Kom met uw aanwezigheid. Kom Jezus, kom. We willen niet alleen maar gewoon maar een kerk zijn. We willen een plaats zijn waar mensen Jezus ontmoeten en veranderen. We willen een plaats zijn waar levens getransformeerd worden door de kracht van Jezus.
Dat is wat we willen. En God zal het beantwoorden, dit verlangen. In de naam van Jezus. Ik kreeg zo duidelijk op mijn hart om dit te zeggen. Tegen jullie, maar in jullie tegen de gemeente. Opwekking zal losbarsten over deze plaats. Maar prijs God en luister goed hoe het werkt. Luister goed hoe het werkt. Opwekking werkt als volgt. Het is niet de talenten van enkelen, maar het zijn de offers van velen. Opwekking werkt altijd door het lichaam. Door het lichaam. Door de voorste rij, door de achterste rij en alles daartussenin. Balkon, boven, beneden. Alle huidskleuren, alle nationaliteiten. God werkt door u heen. God werkt door u heen. Maar het punt moet komen dat wij zeggen, Heere Jezus, ik ontvang leven. Heere Jezus, ik spreek leven. Heere Jezus, ik breng leven. Het punt moet komen dat we zeggen, genoeg is genoeg. Ik ben klaar met het vernietigende werk van de duivel. En ik zal openbaren het werk van Jezus Christus door mijn leven heen. Halleluja. Halleluja. Ik zal opstaan. Ik zal opstaan en schitteren. Want de glorie van God is over me gekomen. En dank u wel, Heilige Geest van God, op dit moment. Dank u wel, Heilige Geest van God, op dit moment. Dank u wel, Heilige Geest van God. Dat u opwekkingsvuur wil losbranden in ons hart. Dank u wel dat we zijn geroepen om te leven. Dank u wel dat we zijn geroepen om te leven. En Heere, ik spreek uit in de naam van Jezus op dit moment. Leef, 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 leef. In Jezus' naam. Leef. Ontvang leven. Ontvang leven. En ik ga straks een oproep doen. En dat is een radicale oproep. En ik wil dat u radicaal reageert. Halleluja. Want soms is het tijd om radicaal te reageren. Gewoon te zeggen, ja, dit is voor mij. Ja, even denken, even denken, even denken. Je weet het al lang in je hart. En het is tijd om op te staan. Het is tijd om te zeggen, het is klaar. Ik ga een oproep doen. En ik wil gaan bidden. Dat de kracht van God over uw leven valt. Ik wil verbreken elk woord wat gesproken is, wat niet leven is over uw leven. Want er zijn soms woorden die vernietigend zijn en die ons naar beneden brengen. En we verbreken die woorden in de naam van Jezus Christus. Halleluja. Want er zijn woorden van leven die ik over uw leven wil uitspreken. En ik wil vrijzetten samen met het team. Ik wil vrijzetten dat een ieder gaat wandelen in de bestemming van God. En dat we leven gaan brengen. En dat er daardoor opwekking gaat komen in deze plaats. Halleluja, halleluja, halleluja. Er hoeft maar iets kleins te gebeuren. En deze plek is te klein. We hoeven maar iets in ons hart aan te wakkeren. Want als iedereen 3 mensen meeneemt. Reken maar uit. 3 mensen. Ook dat is weer te doen. Praise God. Heilige Geest van God op dit moment. Overtuig. Op de plek waar we zitten, op het balkon waar we zitten, jong en oud. Heren, op dit moment, we willen zeggen, we willen bij het altaar komen. En heren, we willen bij het altaar komen, we willen ons leven opnieuw inzetten voor uw koninkrijk. En we willen ontvangen leven. Heren, we willen spreken leven en we willen brengen leven. Heer Jezus, het is klaar, het is genoeg. Heren, en we willen uitbarsten en uitbreken in de naam van Jezus. Want Heren, u heeft leven gebracht, zodat wij kunnen leven. En daarom, lieve mensen, als dit woord voor u is, kom nu naar voren, kom nu naar voren, kom nu naar voren, want we gaan met elkaar bidden. Als dit voor u is, als dit voor u is, als dit voor u is, kom, 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 wacht niet lang, wacht niet lang, kom, kom, kom.